Wat in een serieus? Nee. Ben je serieus? Nee. Nee, mooi zo. Nee, ik ook. Allereerst, hoe is het, Max? Heel goed. Ja. Ja, lekker relaxed. Dus, heb je mooie twee dagen gehad? Ja, nee, ik denk het wel. Ik denk sowieso als je met 3 Formule 1 auto's hier kan zijn. Natuurlijk met Daniel en David erbij. Dan kan je er wel een mooie show van maken. En natuurlijk ook dan met Donis rijden en de fans buiten het circuit. Dat was gewoon super om te zien. Mooi. Hey, we gaan het heel gauw hebben over het seizoen. De RB14 heeft een paar mooie updates gekregen. Welke denk je dat het meeste impact heeft? Ik denk dat het meeste nog zeg maar rond de voorvleugel, de bargeboards, daar kon je nog wel wat tijd winnen. Daar hebben we gelukkig ook de nieuwe onderdelen gekregen. En ik denk dat we daar ook wel de grootste vorderingen in Barcelona ook hebben gemaakt. Dus jij hebt die in Barcelona getest? Ja, dus ja, Danny ook. Dus Red Bull zorgt er wel altijd voor dat we de gelijke spullen hebben. Hey, en Monaco komt er nu aan. Een kleine voorspelling, wat verwacht je? Normaal gezien een goed weekend. Ik denk met de nieuwe updates van Barcelona weer een stap gezet. Ik denk andere teams ook. Maar zoals je zag in de laatste sector waren we wel elke keer heel snel. Dus dat is altijd positief. Langzame bochten. Dus bij de mechanische grip zit de Red Bull goed. Ja, gelukkig wel. Hey, en dan een persoonlijke vraag. Deze dagen komen er 100.000 mensen naar het circuit voor jou. Hoe voelt dat? Ja, best wel kippenvel soms. Zeker als je uit de auto stapt en je hoort ze allemaal juichen. En ze zijn allemaal natuurlijk heel blij om ten eerste van een auto te zien. Maar ik denk ook het hele evenement is gewoon heel goed georganiseerd. En dat is ook belangrijk. Heb je de Ladies Cup race gezien? Nou, ik zal je één ding vertellen. Ik was aan het wachten om op het podium te gaan. En ik stond best wel dik bij een vangrail. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik stap even iets meer naar links. Gewoon voor de zekerheid. Nee, maar gelukkig ging het wel allemaal goed. Dus het was wel leuk om te zien dat ze ook heel, heel enthousiast waren. Hey, en dan even over de Grand Prix in Zandvoort. Denk jij dat die er gaat komen? En zo ja, wat is er dan voor nodig om hem hier naartoe te halen? Wat geld. Ja, en een beetje een uitbreiding in de pits. Zou ook fijn zijn. Dus ja, hopelijk in de toekomst. Okay. En dan nog even een wat minder serieuze vraag. Heb jij wel eens met een kater gereisd? Geen wedstrijd. Okay. Je hoeft niet te zeggen waar of wanneer, maar je hebt het wel eens gedaan dus. Nee, voor een wedstrijd moet je gewoon altijd serieus zijn. Ja. En hoe voelt het als je met een kater moet racen? Word je wakker van. Hey, en dan heb ik tot slot nog één kritische vraag. Gisteren was de beoordeling van de caravans. Ja. En met Team Dumper doen wij mee, met een prachtige caravan. Hebben ze heel veel moeite voor gedaan. Alleen jij had niet zo'n goed cijfer gegeven. Nee, maar soms doe ik ook heel veel moeite en dan komt er ook geen fijn resultaat uit. Dus dan is het ook balen. Dus voor hun is het ook balen. Jij wou eventjes de reguurders en Team Dumpert laten weten hoe het voelt om heel veel energie ergens in te stoppen. En dat het dan toch niet lukt. Niets krijgen, ja. En dan weten we het allemaal weer. Dankjewel, Max.